kom naar beneden. Te zijn in mijn dagelijkse leven en activiteiten, omdat ik dat fijn vind. Ja. Dus jullie willen eens langskomen. Ja. Pas op, want het is een steile trap en nogal wiebelig. Hou je hoofd vast. Amai. Amai, dat is hier precies wel hol, hè? Ja. Oh, oeh. Oh, wow. Ik ga even mijn bed opmaken, dus ik kom direct bij jullie. Maar hier wel even de deur goed dicht houden van het wc, want er komt veel kou door. Oké? Oké. Kom direct. Het duurt niet lang binnen. Ik slaap boven. Ja. Amai, zo hoog, joh. Ja. Amai, zeg, dat ziet er hier wel stevig uit. Oh, dat is gelakt middeleeuws ebbenhout. Oeh. Hoort dat, hè? Amai. Dat is, ja, dat is oud, hè. Ik ben er wel trots op dat ik zo'n sterke houten deuren heb. Dat is oerdegelijk. Oké. Zo ordelijk, hè, man. Ja, ik had mijn vriend op bezoek en hij had zijn tram gemist. En hij zit bij mij op de zetel daar geslapen. Allee, geen luster? Ja. Mijn vader was eigenlijk hier aan het hangen. Maar toen schoof hij onderuit met de ladder. En heeft hij zich pijn gedaan. En ik heb er nog altijd geen kunnen hangen. Maar ja, toen komt nog wel. Ik moest naar een brico als ik tijd heb. Maar ik heb nog geen tijd gehad. Ik heb een voltijdse job en zo. Ja. Ja. Ik ben een tekst aan het verbeteren voor iemand. Dus, het is nogal veel tekst, maar dat tegen morgen af hebben. Ik ga dat deze nacht nog allemaal verbeteren, maar het is wat rommelig geschreven en zo, soms in het Frans en soms in het Engels en soms komt er zo iets totaal abstract in, zo half filosofisch, maar het is eigenlijk een uitleg over een nieuw systeem van riolering en ja, het is vrij technisch, maar het is helemaal niet technisch, dus dan moet je wel proberen ze wat verbeteren. Dat zijn mijn e-mailtjes dat ik nog moet beantwoorden. Amai, zoveel foto's. Ja, dat is mooi, hè. Allemaal vrienden. Vrienden en mij. En nee, zelfs naaktfoto's. Ah, ja. Dat is mijn zus die dat getrokken heeft. Ik zweef nog een beetje.
straks verder doen. Ik ga nu eten maken. Wat zijn dat maken? Patatjes. Bekers. Ik maak altijd alles zelf, vers. Ik kook niks dat andere mensen hebben gemaakt. Maar je drinkt precies wel veel melk, hè? Ja. Ja, dat is... Maar dat is op. Dus ik moet melk kopen in de GB of mijn GB-kaart. De zelfruimte. En wat is dat dan? Dat is mijn bord voor de aankopen. Een bord. Als er gasten komen, onverwacht. Mooi, mooi. En is het hier leuk wonen? Ja. Het is hier soms wel wat winderig en vochtig. Is dat hier niet te koud? In de winter? Soms ook mijn chauffage niet direct. Aanspringen. Dat is wel aan de tand. En is die rustig? Ja, ja. Allee ja, in het weekend is die wel lawaaiig omdat die oude mensen dan op straat komen te joelen. Maar op de deur, in de deur worden dat wel gewoon. Lekker samen zijn. Dus ik maak alles zelf vers. Oeh, dat is warm.